Een financiële tovenaar. De Robin Hoods van 2020. Wat zijn dat voor bedrijven en wat zijn het voor personen? Dames en heren, ik rijd de hele dag door Nederland. En ik kom bij tientallen ondernemers. Nou, tientallen, niet per week hoor, maar ik kom bij een aantal ondernemers. En soms wordt mij de vraag gesteld van meneer Knabbe, wij zoeken een investeerder. Nou, en zo was ik vorige week bij een bedrijf en die zei, wij zoeken een investeerder. We hebben namelijk een geweldig concept. Oh ja. Ja. En wat is dat voor een concept? Wij gaan coins verkopen. Oh. Een Dutch coin? Nee, niet de Dutch coin, die bestaat al. Een andere naam hebben wij bedacht. Oh. Ik zeg, en wat is dan de omvang van het te investeren bedrag? Nou, met 200.000 euro zouden we al gered zijn. Maar ja, ons hele project is eigenlijk 6 miljoen waard. We hebben al een aanbieding gekregen van een bedrijf uit het noorden van het land, uit Alkmaar. Een Marokkaanse ondernemer, 25 jaar. En die is bereid 6 miljoen te betalen. Gestoord. Welke Marokkaan van 25 heeft 6 miljoen in de kast liggen, dat geloof ik zeker zelf niet. Maar ja, soms zijn er mensen die het wel geloven. Ik ben eens even gaan vragen en gaan vragen en gaan doorvragen. En ik vraag, waar heeft u uw bedrijf gevestigd? Hij zegt, mijn bedrijf gevestigd. Hij zegt, nee, wij zijn helemaal nog niet gevestigd. Wij moeten nog gaan beginnen, we zijn een start-up, we hebben alles voorbereid. Maar ja, nou ontbreekt het ons aan het geld om een vennootschap op te richten. En die vennootschap die mag niet in Nederland worden opgericht. Nee, 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 nee. Nee, 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 want we hebben een bankvergunning nodig. Die moet in het buitenland worden opgericht. In Londen. Zo, in Londen. Dames en heren, als ik graag een limited wil oprichten, een Engelse limited, dan ga ik achter mijn pc zitten. Die staat hier achter mijn camera. En dan heb ik het binnen een kwartier voor elkaar en dan betaal ik 380 euro, misschien 300 euro. En dan richt ik online in Engeland een vennootschap op. Daar heb je geen 2 ton voor nodig. En de vraag is, je hebt jezelf al rijk gerekend. Je hebt nog zelf geen dubbeltje geïnvesteerd. Maar je wil 6 miljoen hebben om aandelen uit te kunnen geven die je zelf opricht voor 1 euro en voor 6 miljoen gaat verkopen. We hebben de bitcoins, we hebben de ethereums, we hebben nog vele andere. Als u nou zo nodig wil investeren in coins, ga dan naar professionals, ga dan naar bedrijven die gelist zijn. Maar ga niet in zee met een stelletje fantasten die zich al rijk gerekend hebben, maar geen 300 euro hebben om een vennootschap op te richten. Laat staan een kantoor te huren in Londen. Ze kunnen nog geen treinkaartje kopen om naar Londen te gaan. En dat bedoel ik nou met financiële kooiboys. Blijf daarvan weg. Laat u niet in met allerlei idioten, verleidelijke investeringsprogramma's in allerlei soorten cryptocurrency. Want u gaat op uw bek. Sorry voor het negatieve woord. Het is niet verstandig om met allerlei organisaties in zee te gaan die nog moeten gaan beginnen. Fantastische verhalen hebben. Miljoenen hebben ze in hun hoofd zitten. Maar geen 100 euro op de bank. En daar wil ik het even bij laten. Dank voor je aandacht.